Wat houdt je bezig? Iemand dan vragen of een klacht of... verbazingwekkend inzicht. In wat wij in onze cultuur noemen de dualistische wereld is de veronderstelling of de beleving van ik en het universum. Dat in ieder geval dat ik buiten het universum ben. Ik hoor verschillende leraren in de Advaita praten over dat er niets buiten jou is. Met andere woorden, jij bent dus niet in het universum, maar het universum is in jou. Dat is een mooie manier om dat te zeggen. Dus als het universum in mij is, dan is er dus inderdaad niets buiten mij. Maar dan praat ik eigenlijk altijd met mezelf. Er is niets anders. Dus jij verschijnt in mij, om het zo maar te zeggen. En ik kan doen wat ik wil. Maar tevens is dat er dan ook geen objecten meer bestaan, om het zo maar te zeggen. Dan, je komt tot de ontdekking dat er alleen maar gedachten zijn. Eigenlijk. Dat is een inzicht wat ik de laatste 2 maanden heb en ik vind het verbazingwekkend, eerlijk gezegd. Ja, het is ietsje anders dan gedacht. Ja, het is totaal, het is... Maar deel je die mening over dat er niets buiten jezelf is? Nee, het is geen mening, maar zo is het gewoon. Zo is het gewoon, ja. Dus eigenlijk zit iedereen in zijn eigen verhaal. Ja, zo zou je het ook kunnen zeggen. Er is geen objectief verhaal te verkrijgen, om het zo maar te zeggen. Nee. Dus een andere manier van dat te zeggen is, alles is puur subjectief. Nou, dan ga ik maar. Of niet. Ja, cool. En een leuk bijverschijnsel is dat daarbij je hele conflicthouding met het bestaan eruit valt. Ja, precies. Vandaar dat types zoals deze en anderen dan bijvoorbeeld roepen, er is nooit iets mis. En er gebeurt ook nooit iets. Feitelijk niet, nee. Omdat je ziet, omdat je ervaart dat je alleen maar je gedachten ervaart, om het zo maar te zeggen. Ja. Right. Cool. Door naar de volgende ronde. Ja. Ik ervaar dat ik in je eigen verhaal, wat je innerlijk voelt, dat nogal eens afblok met mijn hoofd. Dan kom ik daar niet dieper in. En waarom zou jij dieper willen komen? Ik weet dat er een verdriet zit. Daar kom ik niet in. Hier is het al. Ja, maar hier dus. Maar ja, nou. Daar niet. Nou, dan moet het hier wel en daar niet. Fucking irritant is dat. Kijk, op zo'n punt zijn er twee benaderingen. Eentje is in het bakje, zeg maar, van werken aan jezelf. En het andere is gewoon inzien dat het is zoals het is. Er zit verdriet en het lukt niet om erbij te komen, maar feitelijk is dit allemaal beleving. Het verdriet wat opkomt en dan wordt het door iets tegengehouden. Maar dat wordt allemaal ervaren in die totaliteit. Je bent je daar allemaal moeiteloos bewust van. Dus strikt genomen, het zijn waarnemingen. So what? Wat maakt het uit of je rood waarneemt, of groen of geel, tenzij je zegt geel moet er niet zijn. En dan nog is de statement, dit moet er niet zijn, of het zou anders moeten zijn, op zichzelf weer een waarneming. Dus aan de ene kant, in het kader van zelfverbetering en werken aan jezelf enzovoort, kun je inderdaad allerlei technieken gaan proberen toe te passen. En wat je dan uiteindelijk toch houdt, is dat dingen soms gaan en soms niet. Want er is in werkelijkheid geen separate ik die ergens over gaat of die almachtig is. Dus je kan verschrikkelijk goed worden in het doorvoelen van dingen of het veranderen van het energiesysteem. En nog steeds gaat het zo het gaat. Dus uiteindelijk beoefening van wat dan ook leidt tot een punt, als we
als het ware doorgooien, dat we inzien dat beoefening nog steeds een controlegreep van het ego is. Hoe subtiel of verheven de benadering ook genoemd mag worden, het is altijd nog een ik die meent dat hij het beter weet dan totaliteit. Het zou een onsje minder moeten zijn. Dus wat zou er gebeuren, kan een ingang of een uitnodiging zijn, als je het gewoon eens zag voor wat het was. Er is verdriet en het heeft nog geen zin om er echt doorheen te komen. Zeg je tegen dat verdriet bij wijze van spreken, nou schat, blijf toch nog lekker even zitten. Dat is oké. Okay. Kom maar als je er zin in hebt en je laat het verder maar rust. In plaats van in feite zeggen, het is niet goed zoals het is. En ik wou dat het anders was en ik moet het niet blokken en wat stom van me of whatever. Waarmee we in een loop terechtkomen van vrijwel ieder menselijk wezen die zich afgescheiden waant, voelt zich niet goed genoeg zoals die is. Nou, dan zit ik ook nog mijn gevoel te onderdrukken, zie je wel. Maar ben ik toch een fucking loser, ik kan ook niks. Dan ben ik al 100 jaar met spiritualiteit bezig. Wat zou er gebeuren als je ophoudt met iets proberen? Just let it be. En dan komt het een keer er doorheen, of niet. Je hebt alles gedaan, durf ik te wedden. Wat voorbij gekomen is, wat je aangeraakt hebt gekregen, je hebt het allemaal geprobeerd, right? Dan gaat die bal erin, of niet? Vaak niet. Ja, er zijn ook wel momenten dat er wel uitkomt, maar het is inderdaad dat ik daar gewoon een oordeel op heb. Ja. Irriteer dat ik het voel zitten, dat het er gewoon wil dat het eruit komt. Ja, dus komen we daar weer op de bekende slogan, de slogan van het ego, ik wil er vanaf. Nou, ik wil het omarmen. Nee, je wil het vanaf. Je wil het kwijt, je wil dat het weg is. Ja, maar omdat het dan weg zou gaan, toch? Ja. En dat is oké. Dat doet het ik altijd, je wil overal vanaf. Dus dat kun je ook observeren. Daarom, nou, ik wil er in ieder geval niet mee blijven zitten. Ja, dat is een andere formulering van hetzelfde. Er zijn heel veel variaties op weinig thema's. Ik vind daarom in het Engels wel leuk het woordje mind. To mind. Ergens iets tegen hebben. Vind ik dan weer geestig. Dus mind is gewoon dat. Er is geen vast ego of mind of iets. Maar er is een sfeer van gewoon. Ergens iets tegenhouden. Dit moet niet, dat moet wel, weet je wel. Het moet in ieder geval anders dan het is. Nou, het verschilletje tussen geregeerd worden door mind, dus overal iets tegen hebben, en dat er niet is, is miniem. Het is echt. En dan is het nog steeds zoals het is. Maar ik maak heel vaak, en dat zal ik blijven doen, van die stomme voorbeelden. Wij kunnen hier met z'n allen willen dat het nu sneeuwt. But it doesn't. En dan kunnen wij hier sneeuwmeditatie gaan houden. Of sneeuwdansen. Of boeken over en anders schrijven we er een paar. Over hoe dat zou moeten enzovoorts, weet je wel. Maar ondertussen de zon schijnt. En je hebt de kans dat als het sneeuwt, dat we zeggen van fuck, waar het 25 graden was. Als dat weg is, het is alleen maar dat dingetje. To mind what is. Als dat weg is, ja, dan schijnt de zon als de zon schijnt en het sneeuwt als het sneeuwt. So what? Ja, als er verdriet wil komen, komt er verdriet. Als er vreugde wil komen, komt er vreugde. Uiteindelijk, als we het een beetje onderzoeken, je gaat daar niet over. Het is mij nog nooit gelukt om een minuutje van tevoren te bepalen wat ik ging voelen. Of denken. Of tegenkomen, of het denken kan wel allerlei inschattingen maken van, oh, het zal wel zo.
je dat allemaal zou gaan noteren, eens een dagje of wat, dan merk je dat je honderden ideeën over van alles en nog wat hebt, maar het komt zelden zo als je bedacht had. Ja, dan kun je net zo goed ontspannen, toch? Want het bestaan heeft de neiging om te doen wat het bestaan doet. Nou, dan heb ik twee opties. Ik leef of in weerstand daartegen, of ik heb zoiets van, ja, dat is cool. We gaan naar de bioscoop. Nee, we gaan toch niet. Het is 1,5 bioscoop. Ja. En zoveel goede films zijn er ook weer. En dan erbij een keer downloaden. Voordat ze in de bioscoop zijn. Dus dat komt daar zelden. En alles gaat dus gewoon spontaan aan vanzelf. Dus op het moment dat je zoiets hebt van, en nu ga ik ervoor zitten om mijn emoties te doorvoelen, top, dan is dat wat zich manifesteert. En het volgende moment dat de neiging opkomt van, en nou ga ik mijn emotie blokken, top, dan is dat wat het is. Je hebt natuurlijk ook automatische reactiepatronen als daar die heel onbewust zijn. Ja. Dus dan laat je die gewoon opkomen en dan laat je het zijn voor wat het is of zo. Ja, en dan heb je ook nog daarbij de toegenomen kans dat je ze in de gaten krijgt. Mm-hmm. Want wat we meestal doen is voordat we weten wat iets is, gaan we er al mee aan het rommelen. Ja, maar dan heb je het over heel automatisch patroon, bijvoorbeeld op de fiets of in de auto, weet je wel. Dat je gewoon irritatie kan voelen omdat iemand je afsnijdt of omdat iemand je opjaagt, weet je, dat soort dingen. Natuurlijk, je laat dat toe. En hoe gaat het bij jou, zou ik maar zeggen? Vanzelf. Dat is het voordeel van automatische... Je laat het uitkomen, maar je handelt er niet naar. Het fijne van automatische patronen is dat je er niet mee bezig hoeft te houden. Dus er komt of irritatie op of niet. Ja, goed, maar daar kan je een ander mee kwetsen. Dus welke ander? Nou, die partner of iemand Als je denkt in tweeën, dan zit daar het zaad van conflict al in. Mm-hmm. Ik hier en jij daar. Als je dat niet hebt, dan valt er al heel veel conflict uit. Want ik hoef jou niet anders te hebben dan je bent. Ik hoef mij ook niet anders te hebben dan ik ben. En als er ruzie zich wil manifesteren, zal dat gebeuren. En ik vind dat niet zo erg. Nee, precies. Maar denk bijvoorbeeld ook aan, nu dat zegt, denk aan mijn ouders bijvoorbeeld, die waren bij mij in Ibiza. En dan komen automatisch kindreacties komen dan omhoog. Ja, dan observeer je die toch? Ja, die kan je observeren, maar dan gebeurt er iets en dan, er was één situatie die gebeurde en dan reageer je toch automatisch. En uiteindelijk was het inderdaad goed, want er kwam een conflict uit, daarna hebben we daarover gepraat en toen helderde het weer op. En dan herken ik wat jij zegt, je zou willen dat makkelijker gaat, vloeiender gaat en dat je dus minder daardoor gegrepen wordt op een automatische piloot. Sure, dat is allemaal mooi, maar we willen de hele tijd nogmaals dat dingen anders zijn dan ze zijn. Ja, dus dan gaat het over het accepteren van wat je voelt, maar ook over het accepteren van de ander. Ja, maar kijk, dat is zo. Alleen accepteren, mm-hmm. Dat is moeite een beetje met taal, dat klinkt als een werkwoord. Mm-hmm. Alsof er een ik is die de daad van acceptatie kan doen. Mm-hmm. Nee, acceptatie ontstaat of niet. Maar toelaten is het eigenlijk. Nee, dat is weer een werkwoord. Weer net alsof er een ik is die iets doet. Okay. Dat is de moeilijkheid. Dus vanuit het afgescheiden perspectief. Het ego kan al. Het is net, wat ik zeg ook vaker, eentjes of nulletjes. Hè? Dus het is dualistisch in zijn aard. Ik doe dit of ik doe dat. Vanuit werkelijkheid gezien, dingen gebeuren. Er is geen doener. Mm-hmm. En dat dit verschijnsel minder opgefokt is dan 20 jaar geleden, komt niet doordat hij iets beter is gaan doen. Er is iets, I don't know, verschoven. Ja. En ik kan niet beweren dat dat komt door alle inspanningen die geleverd zijn om beter te voelen en te kijken en al dat soort zaken. Ik kan dat niet bewijzen. Ik kan ook niet bewijzen dat het niet zo is. Maar ik weet wel dat ik geen enkele moeite doe om iets te voorkomen of te bereiken of te behalen of te veranderen, nog op deze plek, nog op een andere plek. En daarom zijn er niet zoveel conflicten. En wat ik al zei, als er conflict is, vind ik het niet erg. Dat is ook cool. De sterke energie, weet je wel. En binnen no time is dat weer weg, omdat je niet
met allerlei van, oeh, dit had ik niet moeten doen, of dit is niet advaitisch verantwoord, of de Boeddha zou. Nee, dus hartje boos, hartje boos. En als je daar niet tegen kan, ja, moet je geen ruzie maken met. Want als die lief is, is die jij lief, en als die boos is. And you never know what's gonna happen. Ik ook niet. Wat ik wel weet is dat ik vroeger heel lang kwaad kon blijven en zo. Het lukt me nooit meer langer dan een paar minuten. Want het dondert gewoon uit elkaar omdat er niks geprobeerd wordt. Er is ook geen enkele afkeuring van chagrijnigheid of whatever. Die was er vroeger wel, want ik moest meer zus zijn en minder zo. Daar is de ziekte. Ik ben niet goed zoals ik ben, punt en al. Als dat eruit is, wat je dan automatisch hebt, is dat een ander dus ook niet anders hoeft. Want op ego-niveau is heel interessant. Mensen die houden elkaar gewoon constant in een soort dansje. Ik keur dit in jou af en dan wordt die ander weer geïrriteerd en die keurt dat dan ook af. Of die gaat proberen dat te omarmen of whatever. Of laten we erop mediteren samen of weet ik veel wat. Maar ze zijn de hele tijd in conflict met hoe het is. En hoe harder je je best gaat doen, hoe beter een voedingsbodem je creëert om je weer verder te verzetten tegen hoe het is. Het is allemaal erg kunstmatig. En nogmaals, alsof er een ik bestaat die het beter weet dan totaliteit. I don't. Want dit hele ding wordt alleen maar voortgestuurd door een douche aan ervaringen en een soort blauwdruk en een aantal voorkeurtjes die daaruit zijn voortgerold. Die zijn niet beter dan van wie dan ook. What do I know? En dat geldt dus ook voor gebeurtenissen. Ik kan niet zeggen van tevoren dat een ruzie of een genereuze daad een gunstig effect kan hebben. Ik kan niet alle variabelen overzien. Ik kan niet door de tijd heen kijken. Misschien is een knuffel wel rampzalig, terwijl een dreun heel goed zou zijn geweest. I don't know. Dus hou ik me daar niet mee bezig. Want ik kan dat niet weten. Niemand kan dat weten. Dus zodra ik iemand hoor zeggen, het zou beter zijn geweest als er dit of dat, dan heb ik zoiets, oh, zijn we helderziende ineens. What do you know? Maar laat jij je voortdrijven dan door het leven? Want je hebt nu... Er is geen jij apart van het leven. Oké, het leven maar hoe leeft ervaar je de impuls van het leven dan in jou? Nee, hey, want dat is weer twee. Ja. Ik ben leven. Ja. Dus er is niet een onderscheid, er is niet een Hans apart van leven. Nee, oké. Okay. En er gebeuren dingen in jouw in het leven. Ja, die gebeuren. Ja, dus die laat je gebeuren, maar je Ik heb geen macht om ze niet te laten gebeuren. Er is geen aparte ik die erover gaat. Oké, als je dat dan even loslaat, gebeuren er dingen in het leven. Ja. En dat is altijd perfect. Maar voel je een impuls in jezelf die jou in het leven als het ware... Weer een jezelf apart van het leven. Dat bestaat niet. Er is alleen maar leven. Ja. Yes. Daarom gebruikte ik de vorige keer, en dat staat ook op YouTube, de metafoor van de oceaan. De oceaan, oceaan. Het aparte golfje gaat niet over waar die heen gaat. En staat nooit werkelijk los van de oceaan. Nou, sommige van die golfjes ervaren zich afgescheiden en dan, we moeten naar links. Of het zou beter zijn als ik een schuimkraag had. De oceaan, ja, maar oceaan even los daarvan. Nee, je kunt niet los daarvan. Ja, maar voor je hebt een boek geschreven. Hoe kan die... Dat ging allemaal vanzelf. Ik heb geen boek geschreven. Ik zag in mijn computer allerlei bestandjes en ik ging dat lezen. Dat schreef ik tussendoor blijkbaar. En ik liet dat aan Kasia zien en die had er twee uit van, dat is niks en dat is niks. Maar dit is een boek. Oh. Nou, ik stuur dat. Ik hoor Samsara, dus ik stuur dat daarheen. De volgende dag belt Wim op van, kijk, dat ga ik gaan we doen. Ik ben nooit gaan zitten om dat boek te schrijven. En dat geldt voor de meeste van mijn boeken. They happened. Mm-hmm. Het spiritueel centrum waar ik 10 jaar gehad heb, ik heb nooit naar een centrum gezocht. It just happened. Ik wilde vroeger alleen maar weten hoe het zat. Ik wist niet dat er een baardje in zat. Dus voor mij is alles spontaan en
al dat geforceerde gedoe, wat ik vroeger ook geprobeerd heb in mijn waan dat ik afgescheiden was van het moet zus of moet zo, het is één bak ellende en een hele hoop ruis. Nou, dat is weg en dingen gaan gewoon zoals ze gaan en dat is cool. En then I die. En dat is cool. Dus let daar eens op, gewoon voor de gein om daarmee te spelen, maar hoe je iedere keer een ik apart van het leven of de ander of het universum, of hoe je dat wil noemen, creëert en denkt dat je daarmee iets kan bereiken of doen. Jij gebeurt, je doet dat niet. Je hebt je neus niet gegroeid. It happened. Nou, dat geldt voor de rest ook. Ja, er zijn ook mensen die echte doelen stellen en die... Ja, dat is fantastisch. Keep dreaming. Ik heb daar niks tegen. Moet je vooral doen.